doet je heel veel. Kijk, ik beleef mijn vak heel intens. Dus dat betekent dat mijn familie daar ook mee om moest gaan. Als je kinderen dan zo'n prijs uitreiken, ja, dat geeft enorm veel, een enorm warm gevoel. Sam die pakte 2 en heel terecht. En geeft ook aan dat hij enorm veel stappen heeft gemaakt in de afgelopen fase weer. Maar goed, voor hem geldt hetzelfde als voor de ploeg. Het is geen garantie voor de tweede periode, dus we moeten aan de bak weer. Ook in de bespreking aangeven, wat is geweest, is geweest. Je hebt 9 wedstrijden, heb je het hartstikke goed gedaan. Dat wil niet zeggen dat 10, 11 en 12 net zo makkelijk gaan lopen. En dat bleek vanavond al. Inmiddels hier de kopbal, maar die gaat net naast. Kopbal van Sergio McDonald. Ja, uiteindelijk weet je dat er heel veel mensen onderweg zijn geweest de afgelopen dagen. Waardoor ze misschien iets minder fris aan de start verschijnen. Maar ja, dat is de realiteit. Hè? En daar moeten ze mee dealen, dat hebben we wel eens vaker gezegd ook. En dan, als je dan een mindere wedstrijd speelt zoals vandaag, dan moet je in ieder geval alles in het werk stellen om het maximale resultaat binnen te halen. En dat is dan op dat moment een gelijkspel. Natuurlijk, veel jongens komen van interland periode, is geen excuus, maar daar spelen jongens toch wel 2, 3 wedstrijden in een korte tijd. Dat kan hier naartoe meegenomen worden, maar wat ik al zei, is geen excuus om nu hier ondermaats te presteren. We hebben dat in de voorgaande periode ook al een keer ervaren, dus het is niets nieuw. Alleen ja, het seizoen is natuurlijk nu weer even onderweg. Er zijn spelers die hebben al behoorlijk wat wedstrijden in de benen. Afgelopen week 3 interlands gespeeld, onder 20, onder 19. Nou, dat zijn ook jongens die bij ons aan boord komen. Dus dan probeer je op het moment dat ze terugkomen gewoon verantwoord te belasten. Alles op maat aan te bieden, alles in teken van goed herstellen. En fris aan de start verschijnen. En dat is vanavond helaas niet gelukt. Opnieuw Overtoom. Arica, die wil je graag aan de bal hebben, wordt even aangetikt door Rosario. Daar komt er zo'n kut vrije trap. Ik denk dat het makkelijk geven is sowieso ten eerste die vrije trap. Ja, dan mag hij nooit zo vrij schieten en dan gaat hij gewoon lat erin. En, ja. Sta je 1 achter, ik denk dat er dan nog steeds niks aan de hand is. Maar ja, wij konden ook geen kansen meer creëren of iets zeg maar, in balbezit iets doen. Ja, we waren gewoon vandaag onder de maat. Nu dan Gudmundsson met de kans. Gudmundsson. Ik vond ons aan de bal vandaag niet brengen wat we hadden moeten brengen. Je speelt tegen een ploeg die eigenlijk ook niet je uitdaagt als het ware. Je moet heel geduldig moet je blijven. En als je dan op hun helft komt, moet je gewoon genadeloos proberen toe te slaan. Nou, ik vond ons met name in de eerste helft, als we op de helft van Almere City kwamen, erg slordig. Dus uiteindelijk word je dan ook niet gevaarlijk. En dan heb je in de tweede helft nog 1, 2 kleine kansjes. Met een beetje meer geluk prik je er 1 in. En dat was volgens mij gezien het spelbeeld ook wel terecht geweest. Maar je krijgt niet altijd alles wat je verdient. En nu met de bus terug naar Eindhoven of blijf je lekker hier? Nou, ik woon hier op een kilometer of 6, 7 vandaan, maar ik stap zo de bus in. Ga met die jongens mee en dan vervolgens stap ik weer mijn auto in en dan kom ik hier weer naartoe. Dan heb je alle antwoorden die je wilde hebben op deze wedstrijd. Nou ja, dat sowieso. Hè. Je gaat alles een beetje overdenken in de bus, maar zeker ook op de terugweg. En dan mag ik morgen de ploeg van Peter Uneke helpen door onder 17 weer te coachen. Deze wedstrijd een plek te geven, goed analyseren en alles scherp en fris maken voor Eindhoven volgende week.